Bilal, het gaat eindelijk beginnen morgen. Hoeveel zin heb jij in zaterdagavond 8:15? Ja, heel erg. Natuurlijk in de zomervakantie dan heb je eindelijk vakantie, denk je. Maar na een tijdje gaat je buik toch kriebelen om weer te voetballen en vooral de competitie. Oefenwedstrijden zijn natuurlijk leuk tegen grote mooie clubs. Alleen uiteindelijk gaat het om de competitie, dat is waarvoor je traint en hard werkt. Dus ja, heel erg zin eigenlijk. Vanaf de vakantie ben je eigenlijk bezig met het nieuwe seizoen. Ja, en dan begint de voorbereiding en dan begint het allemaal wel te kriebelen wanneer uiteindelijk die competitie gaat beginnen. En gelukkig is het morgen zover. Ja, hoe staan jullie erop na een lange voorbereiding? De voorbereiding is wat minder gelopen. Maar dat weet iedereen als je hier 3-0 thuis verliest van Southampton en ook nog zo'n Olympiakos. Moeten we het morgen laten zien en ik denk dat je dan een beetje de voorbereiding doet vergeten en ja, we zijn er klaar voor. We moeten gewoon de laatste puntjes op de i zetten. De dingen die we van de oefenwedstrijden, de goede dingen moeten we meenemen en de slechte dingen moeten we verbeteren. En dat hebben we ook als team gedaan, de beelden bekijken en de goals terughalen. En dat moet morgen geen probleem zijn. Maar ja, uiteindelijk zijn we de club van geen woorden maar daden, dus we moeten het morgen maar laten zien. Als je kijkt naar precies een jaar geleden, toen je hier net binnenkwam bij Feyenoord, wat is het verschil tussen die Bilal en de Bilal die nu voor mij staat? Veel meer lef, meer acties, dreiging en voorzet gaan wat beter. Dus dat is wat verschil, denk ik. En als het goed is, sta je weer in de basis morgen. Dat moet ook veel vertrouwen geven, denk ik. Ja, hopelijk wel. Dat zien we morgen voor de, dan weet ik het zeker. Maar natuurlijk geeft dat veel vertrouwen voor aan. Als de eerste wedstrijd gelijk mag beginnen, dan betekent dat je gewoon bij de eerste elf zit en dat is gewoon... beste opstelling voor het begin van het seizoen. In de laatste oefenwedstrijden heb jij je ook kunnen laten zien met een paar fantastische ballen die dan net niet werden afgewerkt. Dat is denk ik wel fijn om ook even in de Kuip je visitekaartje af te geven. Ja, tuurlijk. Het zijn uiteindelijk allemaal oefenwedstrijden, maar morgen gaat het om het echt in. Maar ja, als je morgen al zulke lekkere bal geeft, dan zal Dirk wel wakker zijn voor de goal, denk ik. Nummer 2, ga jij morgen het veld op? Als echte rechtsbacknummer is dat, hè? Geeft dat iets extra's voor jou? Ja, een blijk van waardering natuurlijk. Al begin je vorig jaar hier eigenlijk met niks. Ja, je krijgt de rugnummer 26 en je moet het maar laten zien. Bij het begin op middenveld gespeeld, daarna was rechtsback eigenlijk rechtsback geworden. En dan krijg je dit seizoen nummer 2, dus dat is alleen maar mooi. Wat hoop jij dit seizoen te laten zien? In ieder geval dat ik wat extra's breng in de ploeg en wat mijn kwaliteiten zijn, opkomen, voorzetten en dat wat beter gaat als vorig seizoen. Eind van vorig seizoen ging het al lekker en hopen dat het dit jaar nog wat beter gaat. FC Utrecht, morgen de tegenstander. Ja, dus je hebt ze nog niet zien spelen natuurlijk, maar wat denk je van die ploeg? Ja, je weet met Haller en een paar van zulke spelers dat we het lastig gaan krijgen. Maar hier thuis in de Kuip moet je gewoon winnen. Ja, als Feyenoord zijn dan moet je daar gewoon van winnen. Dan moet je gewoon de eerste 3 punten pakken van het seizoen. En dan kan je ook lekker beginnen aan de competitie. Dus, maar zoals ik net al zei, we zijn de club van geen woorden maar daden. Dus we moeten het maar laten zien. Heb je er veel zin in morgen om weer eindelijk te gaan knallen? Ik denk dat het echt knaagt aan je. Ja, zeker. Ook lekker. Ik hou er wel van om in de avond te spelen. Dus ik heb er wel zeker zin in.